Yo mensen, Topic Games Video. Mijn naam is Wesley van FIFA1999. Vandaag weer een nieuwe voorspellingsvideo. En ik ga weer de wedstrijd voorspellen van Feyenoord tegen Dynamo Zagreb. En de opstelling gaan jullie nu hiernaast zien. De opstelling is Marsman, Geertruida, Spahis, Senesi, Malatia, Toornstra, Kokciu, Diemers, Berghuis, Linssen en Narsing. Dat zijn de 11 namen. Wat opvalt is natuurlijk ook dat Toornstra is weer terug. Maar ook Jurgensen zit niet in het elftal. Ik vond hem sowieso al niet goed spelen, dus ik vind het ergens ook wel terecht. En in de bank staat hij ook niet. Op de bank zitten namelijk Ten Hove, Jansen, Botteguin, Johnston, Wehrman, Texera, Banis en Vente. Geen Nicolai Jurgensen dus meer bij de basisselectie en bij de reserve. En bij de wissel bedoel ik. Dus dat is wel, moet ik zeggen, een goede zet van Dick Advocaat. En we gaan kijken wat deze elft kunnen doen tegen Dynamo Zagreb. Want ik denk dat we gewoon gaan winnen. Ik denk dat we 3-1 gaan winnen van Dynamo Zagreb. Wat wordt het, jongens? Wat denken jullie? Laat het hier weten onder in de reacties. Dan zeg ik bedankt voor het kijken aan deze video. Tot morgen weer bij een nieuwe Groningen Career Mode. En dan zeg ik zo tijd en zelfs nu. Later.